De Gelderse meren bij Breda worden schoongemaakt. Duikers van de reddingsbrigade gaan op zoek naar rotzooi op de bodem van de Gelderse meren. Het gaat met name om gevaarlijk afval, zoals bijvoorbeeld glas. Maar ook andere troep wordt netjes opgeruimd. Aanleiding is het incident van vorig jaar waarbij een bezoeker zich verwondde aan zijn voet. De opruimactie is zondag van 10 tot 2.